Hallo, leuk dat je kijkt naar deze eerste tarotkaart van de dagvideo van mij, van Esther van Erebeek, van het 12e huis. Zoals je mijn vorige filmpje al hebt kunnen zien en horen, ik ben weer terug. En ik ga dus deze maand beginnen, dus vandaag op 4 december, met een tarotkaart van de dag. En in de loop van deze maand zal ik dus ook de voorspellingen voor het jaar 2018 gaan zetten. En de voorspellingen per sterrenbeeld per maand. En de eerste maand waarin dat zal plaatsvinden is januari. Dus je mag de komende tijd heel veel van mij verwachten. Sowieso dus elke dag de tarotkaart van de dag. Wil je nou geen enkel filmpje missen, dan is het handig om hier rechtsonder aan het scherm eventjes op dat belletje te klikken. Want als je dat aanklikt, dan krijg je melding wanneer ik weer een filmpje gepost heb. Dus op die manier mis je dan in ieder geval niks meer. Wil je me ook volgen op Facebook? Of wil je mijn website bekijken? Nou, dan verwijs ik je ook heel graag naar de links onderaan dit scherm. En daar kun je alle informatie in vinden. Nou, dan gaan we nu natuurlijk verder met de tarotkaart van de dag voor 4 december 2017. Ik gebruik meestal de Rider-Waite tarot, maar het kan ook zomaar zijn dat ik op een dag een andere tarotdeck gebruik. Ze beginnen hier al te vallen. Maar ja, dat geef ik dan ook altijd aan. Dus dan weet je in ieder geval altijd met welke kaarten ik werk. Hoe moet je deze tarotkaart van de dagvoorspelling nou zien? Het is meer een soort gids, een soort inspiratie, een soort focus waar je vandaag, als het 4 december is, dus op kunt richten. Dat kan je helpen misschien ergens bij het maken van een keuze. Het kan je een beetje richting geven van, goh, wat kan ik vandaag verwachten? Dus dat is een beetje de bedoeling van deze tarotkaarten van de dag. Nou, ik heb al flink zitten schudden met mijn Rider-Waite tarotkaarten. En de kaart die voor vandaag is de 9 van zwaarden. Nou, het lijkt erop dat je je toch ergens zorgen over maakt. Je bent aan het piekeren. Dat zie je ook heel duidelijk op deze kaart. Dat is vaak ook een reden waardoor je slecht hebt geslapen misschien vannacht. Waardoor je toch wel heel veel in je hoofd zit. Als je deze kaart dus ziet, dan is het gewoon heel erg belangrijk om een keer te praten over de problemen die je hebt. Dus zoek een goede vriend, een moeder, een zus, een broer, een buurman met wie je even kunt praten. Die je in vertrouwen kunt nemen, waardoor je eens wat meer ballast uit je hoofd naar buiten krijgt, zodat je meer wat rust krijgt. Wat ook wil helpen, zwaarden staan ook voor communicatie op andere vlakken, is dat je je zorgen misschien eens een keer op een briefje zet of dat je het van je afschrijft. Daarnaast is het heel belangrijk om ook fysiek bezig te zijn. Dus ervoor te zorgen dat je lichamelijk of even in de tuin gaat werken of je huis gaat schoonmaken of op een andere manier met de hond wandelen, fysiek bezig bent, zodat je wat meer uit je hoofd komt. Het is heel belangrijk dat je dat doet. Dan ga je namelijk ook eerder een oplossing zien, raak je ook wat meer ontspannen en zal de slaap waarschijnlijk daarna ook beter worden. Nou, ik hoop dat je wat kunt met dit advies. Ik wens je een hele fijne dag en hopelijk zie ik je morgen weer. Doei!